Bij de nachtwinkel had ik een zakje snoep gestolen. Ook dieven? Ik zit nou even binnen, ja. Of zelfs moordenaars? Een straf van 9 jaar. Komen op een dag weer vrij. Dus ik ben zo weer buiten, joh. Ze lopen langs de bewaking. Nou, jongen, veel plezier. Ja, dankjewel. Ik wil jullie weer zien. Ja, dat dan. Door de beveiligingspoortjes. Daar gaan we, hoor. Je hebt gezien? Ja, ja, zeker. Over de gracht. De grote poort door naar buiten. Hé, hey, mooie bak, joh. Oh ja, airconditioning doet het. Hoe gaat hij naar voren? Bram is een draaideurcrimineel. En Harry vermoordde tot 2 keer toe iemand. Ja, ik wil wat gaan ondernemen. Ik wil een broodjeszaak gaan beginnen. Maar nu zijn ze vastbesloten het allemaal anders te doen. En die kijkt te veel naar achteren. Maar ik moet ook verder, weet je. Kijk, ik had alweer een heleboel tekeningen gemaakt. Je zou daar een expositie van kunnen maken, hè? Dat je iets verkoopt. Een kwart van de gedetineerden belandt echter al snel weer in de gevangenis. In mijn geval soms binnen een dag of 2 al. Als je geen slaapplek hebt en geld moet hebben, dan komt het dus voor dat ik dus in opvang gebleven. Ik ben Marjolein Knol en in Buiten de Muren vroeg ik Harry en Bram een jaar lang na hun vrijlating. Het is allemaal eerlijk. Ik hoef het niet op te nemen, hoor. Ik wil hem wel wegleggen, maar ik ben wel oprecht benieuwd. Ja. Lukt het de mannen op het rechte pad te blijven? Ja. Ik wens de gevangenis ook. Wat mis je dan? Het meest? Achter de deur zitten. Alles. Of gaat het mis? En de rechtbank heeft omtrent de straf het volgende overwogen. Een podcast over kansen krijgen. Ik denk dat er altijd gezond wantrouwen mag zijn. Kansen nemen. Als ik een eigen woning zou krijgen, dan gaat dat fout. Ja, dan zou ik weer cocaïne gaan gebruiken, denk ik. En over de vraag wanneer je straf nou eigenlijk echt uitgezeten hebt. Godverdomme, 18 maanden of zo met een enkel man lopen. Dus kijk me allemaal aan of ik stil. Een serie van de NTR, Oud-Redirect Sjoel en Aldus Producties voor NPO Radio 1 en Docs. Ik vind het toch al heftig allemaal. Vanaf 12 mei in je podcast-app. Van Buiten de Muren. Buiten de Muren heb ik samen met Marjolein. Marjolein heeft geregisseerd. Mm-hmm. En ik heb de eindredactie en de productie gedaan en heel intensief samengewerkt. Dus ik ken elke minuut uit mijn hoofd van deze podcastserie. En Marjolein had eerder een serie gemaakt in de gevangenis, waarin ze eigenlijk simpelweg een jaar lang in de gevangenis rondliep en verhalen oppikte en die thematisch gerangschikt heeft. En ze wilde daarna heel graag een serie maken over ja, wat dan als je dan vrijkomt. Omdat ze allerlei dingen gehoord had over dat die recidiefcijfers zo ontzettend hoog zijn. En dat je ook gewoon op straat gegooid kan worden en dan heb je dus helemaal niks meer. En dan word je dus geacht een burgerlijk goed leven te gaan leiden en op het rechte pad te blijven. En dat is eigenlijk een best wel maatschappelijk politiek verhaal. Maar we wilden een podcastserie maken. En het uitgangspunt bij podcastseries is eigenlijk toch dat je in het begin heb je 0 luisteraars. Je hebt niet een slot op televisie of de radio waar per definitie zoveel duizenden mensen naar kijken. Nee. Maar je begint bij 0. En daardoor zie je dat De meeste succesvolle podcastseries zijn van die binge-luisterseries. Ja. Met een hele duidelijke spanningsboog. Ja, ja. En wij wilden gewoon heel veel luisteraars naar deze serie trekken. Dus wij moesten ook een spanningsboog maken. En dan kom je wel bij dilemma's. Dus we besloten om 2 mannen te volgen. Welke hoofdpersonen neem je dan? Neem je dan de gemiddelde gevangene of neem je iemand met een heel goed verhaal? Ja, ja. Daar begint het eigenlijk al. Vervolgens is het dan, maar wat gaan we dan met die mannen doen? Ja, ja. En dan kom je al heel snel bij, laten we ze dan een jaar volgen. Maar als je daar vanuit een journalistiek oogpunt naar kijkt, dan is dat best een raar iets. Want waarom zou je een jaar, wat is een jaar? Een jaar is ook maar willekeurig. Gewoon, is vrij willekeurig. Ja, ja. Maar het klinkt wel heel goed. Ja. En dan krijg je dus... Je moet mensen toch meesleuren in al die moeilijkheden. En dat doe je dan door te zeggen... lukt het ze, zoals in zo'n trailer, lukt het ze om op het rechte pad te blijven? Ja. En dat is eigenlijk al 1. Dus hoe zorg je dan dat het
dat het klopt en dat het integer is. Mm-hmm. Maar dat je toch die honderdduizenden luisteraars krijgt die wij wilden hebben. Ja. En de volgende kwestie is eigenlijk dat je dan... besluit je dus een jaar lang twee gevangenen te volgen. Maar je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Nee. Het liep ook heel anders dan wij gedacht hadden. Dus dan moet je van tevoren een heel scenario uitschrijven en fondsen aanvragen en heb je het alles bedacht. Ja, en vervolgens gaat het heel anders. Ja. En je hoort ook best wel vaak bij podcast. We hebben ook De Man en de Maan gemaakt, ook als producent. En dat ging over een Nederlander die heel graag naar de achterkant van de maan wilde om de oorsprong van het heelal vast te leggen. En dat kan met radioantennes en dan moet je aan de achterkant van de maan zien te komen. En daar is eigenlijk nog nooit iemand geweest. En de ESA zei, ja, leuk plan, maar haha. De NASA zei, heel goed plan, maar wij gaan naar Mars. En we hebben helemaal geen tijd voor de achterkant van de maan. En toen kwamen de Chinezen en die zeiden, ja, kom maar op. En toen ging deze Mark Klein-Wolt met de Chinezen in zee. En toen begon eigenlijk de podcastserie. Maar dan weet je eigenlijk ook op dat moment nog niet hoe het afloopt. Nee. Maar je moet wel, als je een serie heel spannend opzet... Ja, het kan niet zomaar. Je gaat ook allerlei dingen, allerlei verwachtingen werken. En die moet je ook inlossen. En ik hoor ook af en toe wel bij podcasts dat ik dan denk bij die laatste afleveringen... oh, nu hebben ze er een einde aan moeten maken. Dus dat is een beetje de verleiding van het goede verhaal. Van hoe zorg je dat je aan de ene kant die mensen die naar je podcast gaan luisteren binnenkrijgt... omdat je ze ook vasthoudt. Ja. Maar dat je je niet laat meesleuren door... het blijven wel gewoon echte mensen. Het blijft wel journalistiek, het blijft documentair. Ja.